De bronstige dekhengst Jens den Donker. Ik heb echt een aandoening, dat is geen zon, dat is echt waar. Ik heb epilepsie. Om een of andere reden gelooft Hans België dat epilepsiepatiënten het risico lopen om hun tong af te bijten tijdens zo'n aanval. En ik vertel dat tegenwoordig overal waar dat komt, wat houdt het niet voor mogelijk wat voor bullshit dat ik al allemaal in mijn bakken kan rampen krijgen. Sommige mensen hebben zelfs ooit getracht en geprobeerd om een boek met kaft en alles in mijn bakken te proppen. Een boek, hè? Mijn moeder was op een dag bijna in shock toen ze had gehoord dat mij had vastgebeten in de Koran. Oké, dan zeg ik. Ik heb inderdaad een vestimentair foutje gemaakt. Hey. Mijn polootje is net iets te kort. Voor de mensen achteraan wil ik het misschien kort ook even illustreren. Voilà. Heb ik dat nu goed gezien dat er nu gewoon de gast aan het spreken was in een barbecue? Zo typisch Holland. Doen jullie dat niet? Ik vind dat jullie daar heel cool mee omgaan. Met het feit dat er dat gewoon had, mag ik dat nog één keer zien? Dat doet het toch niet? Hier, wat gebeurt er hier? Wat was dat? Heb je het gezien? Ja. Ik moest een paar weken geleden een darmonderzoek laten doen. Ja, meneer het Donker, sorry hoor, maar wij vragen u heel duidelijk om een klein staaltje fecalen. En wat krijgen wij van u? Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar wij krijgen van u een emmertje kak. Uit de reflex schiet ik in de lach. Ah, meneer vindt dat nog voor de lachen ook. Ah, meneer is komiek of wat? Waarvan ik dacht van, allee, dat is toch straf dat ze zelfs dat kunnen zien. En gewoon een potje met... Oh, dat is toch ongelooflijk dat, hè.